Zuilen is nu een prachtige wijk in de gemeente Utrecht. In 54 verloor dus Zuilen zijn zelfstandigheid. Al in 1920 kwam de gemeente Utrecht met plannen hoe ze Zuilen zouden gaan bebouwen en gaan veranderen. Bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Dat is natuurlijk toch wel een bepaalde arrogantie. Als je nu al, laten we zeggen, 34 jaar voordat een gemeente eindelijk wordt opgeslokt door jou, gaat beslissen, wij willen daar een weg aanleggen, we willen daar gaan bebouwen, we gaan die mensen onteigenen. Nou, dat was precies wat er gebeurde onder leiding van de architect Berlage en de directeur van de gemeentewerken Holsboer in 1920. Een groot plan om de gemeente Utrecht toen in 1920 uit te breiden. En dat stuit op enorm veel verzet van de omwonenden, de omliggende gemeentes, onder andere van burgemeester Norbruis. Daarom is het plan na een paar jaar iets aangepast. En toen heeft men vanaf 1923-24, dus 100 jaar geleden, onder andere een aantal wegontsluitingsroutes gemaakt. En een van die wegen om de stad te ontlasten is de Marnixlaan. En we staan hier bij de Marnixlaan. En dat is nu de grens tussen Ondiep, de oude gemeente Utrecht, en Zuilen. Dus de Marnixlaan is wel een belangrijke grens. De Marnixlaan is genoemd naar Philips Marnix van Sint Aldegonde. Wie was Philips Marnix van Sint Aldegonde? Hij is geboren 1540 in Brussel. 1598 in Leiden is hij overleden. Hij was een zeer intelligent man. Hij was een assistent van de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Willem van Oranje heeft hem regelmatig uitgezonden als een soort diplomaat, als een soort onderhandelaar. Hij is ook een paar keer gevangen genomen. Hij heeft in 1573, 1574 hier in Utrecht gevangen gezeten. En toen heeft hij psalmen vertaald. Hij was een orthodox protestant calvinist. Hij heeft ook geschreven De Bijenkorf, de Bienkorf der Roomsche Kerk. Een satire op wat er allemaal misging in de katholieke kerk. Tja, hij was nou eenmaal conservatief protestants. Willem van Oranje was blij met hem. En hij heeft dan ook allerlei teksten geschreven. En waarschijnlijk was hij ook de auteur of een van de mede-auteurs van ons volkslied. Het Wilhelmus. Het Wilhelmus bestaat uit 15 strofen. Die allemaal beginnen met een andere letter. Willem van Nassau. Dat is dan een naamdicht, een acrostichon. En in dat naamdicht voel je dat de hoofdverteller, de hoofdpersoon, Willem van Oranje is. En hij strijdt met zijn gevoel om trouw te blijven aan de Spaanse vorst, waar hij ooit trouw aan gezworen heeft. En ja, hij wil opkomen voor de gewone Nederlander die vrij wil zijn. Hij wil God dienen. Die tweestrijd, eigenlijk de driestrijd, die komt heel erg naar voren in dat Wilhelmus. En het maakt eigenlijk niet uit of Philips Marnix van Sint Aldegonde nou de echte auteur is of mensen uit zijn omgeving. Hij was zeker trots op dat verhaal. En dat volkslied is nog altijd een van de bekendste volksliederen, een van de oudste volksliederen ter wereld. Alleen de vraag is of Philips Marnix van Sint Aldegonde blij is met zijn straatnaam hier in Utrecht. Want hij heeft hier gevangen gezeten en zo leuk vond hij het niet. Dus wat dat betreft past het wel bij de gemengde gevoelens die Zuilenaren, Zuilenezen hebben bij Utrecht.